Ja, dankjewel, Twan. Gaan we doen. Maar mijn eerste vraag voor Danny is: word je niet helemaal gek als je na zo'n wedstrijd, als je dan in de slotfase toch nog 2-1 tegenkrijgt? Nou, zeker, omdat ik denk dat het in die fase ook heel onnodig is. En je wil graag de nul houden als je zo dicht bij de nul bent. En nu was het gelukkig voor ons dat hij pas in de allerlaatste seconde viel. Want voor hetzelfde geld valt hij ietsje eerder en krijg je nog een paar minuten een hectische slotfase. Ja. Wat zie je misgaan eigenlijk in dat moment? In de laatste minuut. Dit is de afgekeurde goal. Dit is de, ja. De afgekeurde goal. Ja, zeg het maar. Had jij meteen door, er is iets aan de hand? Nee, maar dit is toch geen afgekeurde goal of wel? Nou, hij is wel afgekeurd, maar ja, je bent het niet mee eens. Maar kijk, het enige wat ik hij zie hangt is zelf dat aan zijn arm. Ja, kom op, ja, er is toch geen elleboog? Als dit nou al afgekeurd gaat worden door de VAR, dan kunnen we beter korfbal gaan spelen. Dan mag je elkaar helemaal niet meer aanraken. Kom op, hé. Het is echt lachwekkend dit, hoor. Ja. Het voetbal van je ploeg, hè? Laten we beginnen bij het begin. De eerste helft, wat vond je ervan? Ik vond dat we niet goed begonnen aan de wedstrijd. Ik denk dat we zeker 1 minuutje of 10 nodig hadden om in die wedstrijd te komen. En daarna hadden we denk ik een redelijke fase met deze afgekeurde goal. Daarna maakten we toch de 1-0. Kregen we volgens mij gelijk in een paar minuten een hele grote kans op 2-0. Met Alessio kwam een paar keer gevaarlijk door via de rechterkant dat de bezetting niet goed was voor de goal. Verdedigend hebben we volgens mij niet heel veel weggegeven, net voor rust, 1 of 2 corners. Dus dat was mijn beeld, hoe ik het nu snel moet samenvatten. Ja, dat herken ik wel. Met name wat je zegt over Da Cruz, dat er heel veel dreiging van uitging. Waarvan ik denk van, hier en daar net iets geraffineerder. En dan heb je nog 3-4 dikke kansen erbij. Ja, zeker. Hij kan misschien ook zelf 1 of 2 keer schieten van 18-19 meter op doel. Hij komt 2 of 3 keer goed door vanaf de richting de achterlijn. Bezetting voor de goal. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Ja. In de rust wissel je. Je brengt Lundqvist. Een speler die de afgelopen wedstrijden niet in de basis stond. Waarvan begin van het seizoen werd gezegd van dat is het lichtpunt bij Groningen. Kun je vertellen, Lundqvist, waarom die er buiten gevallen is? Het was aan noodgedwongen wissel. Daniel van Kaam moest eruit. Ja. Met een blessure. Hij is er buiten gevallen omdat ik hem niet goed vond spelen de eerste wedstrijden. Ja, dus dat is duidelijk. Dat is geen woord Spaans bij. Ja. Dat kennen we van jou. Da Cruz moet je ook wisselen. Leek ook niet meer helemaal fris. Nee, maar dat weten we. Alessio en Patrick komen van ver. Alessio is dan later gekomen. Allebei onze hele voorbereiding gemist. Pas later in het seizoen ingestroomd. Ja, waar andere jongens in de voorbereiding hun wedstrijdminuten hebben kunnen opbouwen, hebben zij dat niet. Zij moeten het nu doen in officiële wedstrijden. Nou, voor Alessio was het zijn tweede basisplaats. Dus ja, die jongens hebben gewoon nog 1 weekje of 2, 3, 4 nodig om helemaal topfit te zijn. Ja. Na die 2-0 was er een fase dat jij ook je keeper de opdracht gaf wat eerder de diepte te zoeken. En toen leek eigenlijk VVV, nou, rijp voor de slag, zeggen we dan. Had je dat gevoel ook? Ja, ik vond ook dan wel zeker 2, 3 gevaarlijke momenten hebben gehad om die derde te maken. Waarin we ook niet de juiste keuze maken voor de goal. Was ook 1 moment met Gabriel Gudmundsson. Die maakte een fantastische versnelling. Die wordt door 4 man aan zijn shirt getrokken, uit balans gebracht. Nou, wij leren onze spelers om niet te snel te gaan liggen. Scheids geeft voordeel, maar het voordeel is op een gegeven moment weg. Die jongen is zo uit balans gebracht dat hij niet eens meer tot een fatsoenlijk schot kan komen. Als je dan een goede scheidsrechter bent, geef je alsnog die vrije trap om gewoon aan te geven, ik beloon dat je door bent gegaan, maar ik zie dat je uit balans wordt gebracht. En daardoor is echt maar het voordeel weg. Nu stimuleer je eigenlijk die jongens van, ga maar gelijk liggen. Dan krijg je vrije trap, dan krijgt die gozer een gele kaart. Ja. Hoeveel keer heb je gezegd, hou druk in de tweede helft? Heel veel, omdat VVV gaat een paar fysieke jongens erin brengen. Dus die willen die ballen erin gaan pompen. En dat zie je in de laatste minuut. Dan kan die gewoon een keer verkeerd vallen. Dus je moet voorop zorgen dat je druk op die bal houdt. En van achteruit moet je ook blijven aansluiten en niet achteruit gaan lopen. En ik vind dat we dat het laatste kwartier niet goed hebben gedaan. Ja. Begin van het seizoen hadden we het over de jongens die er nou niet waren. De blessures die er waren. Het moeilijke programma. En ondanks dat alles heb je de beste seizoenstart in 10 jaar, las ik. Het wordt steeds leuker om naar de stand te kijken. Ja, maar wij weten allebei. Het gaat maar om 1 ding. Waar sta je na 34 wedstrijden? Maar het is natuurlijk ontzettend fijn. Want we hebben een behoorlijk nieuwe ploeg. Aantal jongens die later ingestroomd zijn. Dus wat dat er gaat, is het alleen maar lekker dat je gelijk in het begin van het seizoen veel punten pakt. Dat geeft vertrouwen. En dan kunnen we weer op doorbouwen. Naar boven kijken. Ja, zo moet het wel. Maar volgende week kunnen we aan de bak. Feyenoord, ook leuk. Feyenoord uit, altijd mooi. Dankjewel.